Ik wil graag als ik doodga, dat ik de wereld net ietsjes mooier achterlaat dan dat ik op de wereld kwam. Hè. Waarom zouden we afval weggooien als we er ook iets leuks mee kunnen doen? Dit doet het bedrijf Starsocks. Zij maken sokken van visnetten uit de zee. Wij mochten Erik Rozen interviewen, dat is de directeur. Veel plezier met kijken! Wat is het probleem? Dat er heel veel visnetten in de zee. Er komen er allemaal vissen in, die gaan dood, ontvuilen en hebben rotzooi. Maar alle rotzooi die we tegenkomen, die nemen we mee. Dus met 10 vierkante centimeter kun je dus één paar sokken maken. En wat dan dit overblijft, dan gaan wij recyclen. En dan komt er eigenlijk nieuwe chemisch, nieuwe plastic korrels van. Omdat het sokken zijn, maken ze daar uiteindelijk dus draad van. In allemaal verschillende kleuren. En daar uiteindelijk maken ze dus sokken van. Omdat ik iets bijzonders wil doen in het leven,